Welkom bij Hoorcollege 4 met als thema duurzame economie en energietransitie. En we gaan dit hoorcollege in twee delen opknippen en je kijkt nu naar kennisclip deel 1. Na dit college kun je de vier volgende onderdelen. Jij kunt redenen aangeven waarom duurzame economische ontwikkelingen steeds belangrijk worden. Je kunt de nadelen van ons economisch of lineair economisch model beschrijven. Jij kunt de kenmerken van de circulaire economie benoemen en je weet ook hoe ze werken. En tenslotte kun jij de overeenkomsten en verschillen tussen het huidige economische model ten opzichte van het circulaire model analyseren. Dat ten aanzien van de leerdoelen, laten we gauw doorgaan met de inhoud. Waarom worden duurzame ontwikkelingen nou eigenlijk steeds belangrijker? Nou, ik heb hier een aantal redenen opgezond, er zullen er vast meer zijn, maar ik denk dat dit in ieder geval de lading wel dekt. Ten eerste weten we dat we aan grondstofuitputting doen en wij zijn ook bezig met het uitstoten van broeikasgassen. En inmiddels is meer dan genoeg bekend dat dit een van de grootste milieu-uitdagingen van de eeuw zijn. Verder weten we ook dat onze huidige grondstofgebruik natuurlijk onmogelijk houdbaar is, omdat we gebruik maken van fossiele brandstoffen. En eenmaal gebruikt, dan zijn ze weg. En het is gewoon onmogelijk om met de wereldwijde groei van productie dit tempo voor te gaan zetten. Verder punt 3, we weten dat we als consument eindverantwoordelijk zijn voor onze broeikasgasuitstoot, dus daar zullen we wat mee moeten gaan doen. Wind- en zonne-energie zijn op dit moment afhankelijk van schaarse grondstoffen, dus die worden gemaakt vanuit diverse vormen van metalen. Nou, daar moeten we ook op zoek gaan naar een andere manier om daarmee om te gaan. En tenslotte kunnen circulaire bedrijfsmodellen ons helpen bij het beter gebruik maken van grondstoffen en soms ook bij het minder uitstoten van broeikasgassen. Soms kan een plaatje meer dan 1000 woorden zeggen. En ik denk dat dit een van deze afbeeldingen zijn die ons een heel goed inzicht kunnen geven, ook visueel weergegeven van wat is nou eigenlijk de gang van zaken en op welke verschillende manieren kunnen we nou eigenlijk zo'n economie op poten zetten. Dus aan de linkerkant zien we kolommen met een lineaire economie. En dat is dus ook de economie die we eigenlijk als klassieke vorm kennen. We starten daarbij bij het delven van grondstoffen. Die vervaardigen we vervolgens voor het vormen van een productieketen. Daarna gebruiken wij die als consument zijnde. En wat ons rest is dan restafval. En dat restafval wordt soms gedeeltelijk misschien gerecycled, maar hoofdzakelijk wordt het dan weggegooid of verbrand. En onze welbekende bergen aan afvallen, die zullen ons allemaal wel bekend zijn. Dan hebben we een tussenvorm, en dat is een keteneconomie met daarin recycling als tussenoplossing. En daarmee zien we dus dat we nog steeds grondstoffen toevoer hebben voor onze productie. We gebruiken vervolgens de productie en dan hebben we een gedeelte als restafval, onze klassieke vorm, wat dus of verbrand gaat worden of op een vuilnisbelt terechtkomt. Maar een stuk daarvan, dat zetten wij ook weer in. Dus een stuk van ons afval gebruiken we dus weer en dat zijn we dus aan het recyclen. Dus een stuk van de grondstoffen blijft behouden voor weer een nieuwe keten van productie. Vervolgens kunnen we ook nog een stap verder gaan. En dat is dus waar wij nu naartoe aan het werken zijn, namelijk een circulaire economie. Daar zit het woord een cirkel in, dus een ketenreactie. En dat betekent dat al onze grondstoffen in die keten rond moeten blijven draaien. Dus dat betekent dat we uitgaan van een duurzame productie, duurzaam gebruik. En alles moet dus gerecycled kunnen gaan worden, waardoor we dus per saldo geen extra grondstoffen nodig zullen gaan hebben. Op dit moment is het nog niet echt compleet aan de orde natuurlijk, maar er zijn wel een aantal voorbeelden van. Met dus uiteindelijk ons doel van afval naar grondstof. Ik heb hier even een aantal verschillen tussen het lineaire en het circulaire systeem even bij elkaar gezet. Dus als we gaan kijken naar het stappenplan in een lineaire variant, dan is het take, make en dispose. Hè? Dus pak het, maak het en gooi het weg. En in het circulaire verhaal spreken we over reduce, reuse en recycle. Dus het reduceren van het gebruik maken van grondstoffen. Datgene wat we dan gebruiken is hergebruikt materiaal en vervolgens gaan we het ook recyclen. Nou, ons focusgebied in het lineaire stelsel is economische efficiëntie. Dus zoveel mogelijk geproduceerd is met zo laag mogelijk kostprijs. En bij circulair gaan we kijken naar economische effectiviteit. Dus hoe kunnen we de grondstoffen die we hebben zo effectief mogelijk inzetten.
Kijken naar de systeemgrenzen, dan is het lineaire model gebouwd op de korte termijn, dus van inkoop tot verkoop, terwijl we in het circulaire model zien dat het met de scope van de lange termijn is gemaakt. Namelijk meerdere levenscycli moeten uit hetzelfde grondstof verrijkt zien te worden. Kijken we naar hergebruik, dan zien we in het lineaire model downcycling, dus, en terwijl we ten aanzien van het circulaire model juist tegenovergestelde, namelijk upcycling, dus een hoge kwaliteit van recycling moet dan eigenlijk gewonnen gaan worden, waarin we zien dat het cascaderend hergebruik toegepast gaat worden. Dat cascaderend betekent het gebruiken van of een gedeelte van een product voor weer een andere toepassing. En wanneer een product niet langer in staat is om dus de initiële functie, dus waarvoor die ooit bedacht is, te gaan vervullen, dan kan het product toch nog doorgegeven worden om opnieuw te worden gebruikt voor een ander type product. En tijdens het cascaderen vermindert de kwaliteit van het materiaal en wordt er ook energie verbruikt. Dat is logisch. Verder zien we ten aanzien van een businessmodel dat we in het bilineaire model vaak te maken hebben met producten, terwijl we in het circulaire model vaak te maken hebben met het idee van diensten. Dan een afbeelding, ook weer een visuele weergave die ik jullie graag wil laten zien. Dit is van het Ellen MacArthur Foundation en dit is een foundation wat zeer gerenommeerd is en al lange tijd onderzoek doet naar het zogenoemde cradle-to-cradle systeem. Dus hoe zorgen we eigenlijk als we kijken naar onze consumptie, hoe we dus van grondstof uiteindelijk weer tot nieuwe productie van grondstoffen en nieuwe producten kunnen gaan komen. Nou, hier zien we dus eigenlijk een cyclus. Aan de linkerkant de consument en aan de rechterkant is het de gebruiker. Dus van het bedrijfsleven, zoals we dat aan de rechterkant zien. En daarin zien we dus, wat ik eerder al zei, die cascades, waarin we dus proberen om van datgene wat we maken, continu eigenlijk weer nieuwe grondstoffen te vervaardigen door allerlei biobrandstoffen toe te voegen. Denk aan afval vanuit de landbouw, denk aan biogassen, dus zeg maar rottende bladeren die dus weer vervaardigd kunnen gaan worden om vervolgens weer biogas en dus brandstof van te kunnen maken. Dat gaat allemaal bovenaan de weer in. Dan krijg je dus parts manufacturers, dus dat zijn fabrikanten van onderdelen. Vervolgens naar het maken van een product, dus de fabrikant die producten maakt, en daarna naar de fabrikant die dus diensten levert. Zodoende moet dus eigenlijk dit een gesloten cirkel gaan worden. En op het moment dat je dat doet, dan kom je dus onderaan terecht bij het minimize systematic leakage en de negative externalities. En dat betekent dat we dus het systematisch laten lekken van grondstofverbruik minimaliseren en ook de negatieve externaliteiten. En negatieve externaliteiten kan bijvoorbeeld zijn dat we dus broeikasgassen uitstoten. Dus het hoort niet bij het product wat wij maken. We kopen geen auto om broeikasgassen uit te stoten. Maar we weten wel dat bij het gebruik maken van een auto er wel broeikasgassen vrijkomen. En dat zorgt dus weer voor aantasting van de ozonlaag, opwarming van de aarde. En dat zijn dus negatieve externaliteiten, die willen we voorkomen. En door deze keten te gaan opzetten, is dus de overtuiging dat wij dus de negatieve externaliteiten kunnen gaan minimaliseren. We kunnen op basis hiervan dus ook nu een drietal kenmerken formuleren. En ik haal het ook uit het boek Circulaire Economie. En deze drie kenmerken zijn als volgt. Dus de uitputting van natuurlijke hulpbronnen moeten we zoveel mogelijk proberen te beperken. En dat zagen we net ook in het plaatje van de MacArthur Foundation. Verder moeten we uitfaseren van afval, uitstoot van broeikassen en het gebruik van gevaarlijke grondstoffen verminderen. En we moeten ook een overgang naar een volledig hernieuwbare en duurzame energievoorziening op poten gaan zetten. Nou, dat zijn de kenmerken van de circulaire economie en daar gaan we verder naar kijken. Hier nogmaals in een andere afbeelding weergegeven. Dan gaan we zo kijken naar hoe het vanuit de bedrijven ook daadwerkelijk winstgevend zou kunnen gaan zijn. Of wat voor opties er mogelijk zijn. En dit is door Nederland gemaakt door het PWL. Op pwl.nl kun je daar ook meer info over vinden. Als we gaan kijken naar het produceren, dan zeggen ze oké, de resources, dus de grondstoffen, die kunnen best uit de natuur gehaald worden. Hè, natural capital. Maar zorg in ieder geval voor dat je dan grondstof gebruikt die niet toxisch zijn en ook niet de aarde gaan uitputten. Verder kunnen we gebruik maken van duurzame energie, dus renewable energy.
waarin we dus zeggen, hey, we gaan dus een transitie laten plaatsvinden van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare brandstoffen. Kijken we dan naar de productieketen zelf, dan zegt ze, er zullen nieuwe winstmodellen gaan ontstaan, waarbij je dus gaat betalen, dus paying for use instead of ownership. Dus ik betaal voor gebruik in plaats van voor het bezit van iets. En verder blijft dus de producent ook degene die eigenaar is van het product. Als we kijken naar productontwerp, dan zal er steeds meer gewerkt gaan worden bij het ontwerpen van producten. Met het idee dat het dus hergebruikt moet kunnen worden, maar ook producten die misschien hersteld zijn, dus repair. En ook het modulair gebruik. Dat betekent dat je dus een product maakt vanuit verschillende gestandardiseerde deelproducten, zodat mocht het product aan zich kapot gaan, je met een kleine aanpassing van zo'n deelstuk, je eigenlijk alweer het hele apparaat aan de praat kunt krijgen. Dus zorg voor uniforme, modulaire onderdelen, zeggen ze dan. Als we gaan kijken vervolgens naar de supply chain collaboration, dan zeggen ze, als we gaan kijken naar die hele keten, dan zullen dus nieuwe allianties gaan ontstaan tussen bedrijven, in nieuwe productieketens die dus nu wellicht voor ons nog niet bekend zijn. En vervolgens is het dus gebruikt. Nou, bij het stukje supply chain kan het al zijn dat er ergens wat afval ontstaat. Ook dat kan weer gerecycled worden en hergebruikt worden. En ook op het moment dat we dus als eindgebruiker klaar zijn met het gebruik van dit product, dan zal dus een stuk hergebruikt worden, maar ook een stuk gerecycled worden, dus weer vervaardigd worden voor nieuwe productie. Verder wordt er ook aangestuurd op het lange gebruik maken van het product. Hè. Zoals we nu kennen is het in behoorlijk een wegwerp-economie. Hè. Het gaat vooral om goedkoop, een plastic bakje, één keer gebruiken, weggooien. Terwijl zo'n plastic bak of een plastic bord prima nog misschien wel 30 keer mee kan. Maar zo zijn wij als economie op dit moment niet ingericht. Maar dat is wel waar ze dus naartoe willen gaan. Dus het lange gebruik maken van een product en ook het recyclen van de materialen die daarvoor gebruikt zijn. Dan zijn er diverse circulaire bedrijfsmodellen en ik heb hier een vijftal genoemd. Circulaire input, afvalwaarde, levensduur, een platform creëren en een product als dienst. En het model die ik hiervoor gebruikt heb is een model wat door de Rabobank gemaakt is en dat is deze. En die geven de circulaire bedrijfsmodellen aan in het productieproces. En de circulaire economie draait dus ook om slim en efficiënt gebruik maken van grondstoffen. Dat hebben we al eerder besproken. En dus, en ook dat zagen we in het vorige plaatje, is er samenwerking nodig in de gehele keten. En voor elk model hebben ze dus hieronder een voorbeeld gemaakt. Dus het inputmodel, dan zeggen ze, input van biologische grondstoffen zou een businessmodel kunnen zijn. Als we kijken naar het onderdeel afvalwaardemodel, dan zeggen ze, dan zouden we kunnen gaan nadenken over reststromen. Dus een nieuwe markt voor restproductie. En dat is wat we bijvoorbeeld bij de supermarkten nu zien als de lelijke groentes. En die kun je nu ook al apart gaan kopen. En verder kunnen we ook naar een platformmodel gaan kijken. Eerst een levensduurmodel gaan kijken. Door dus ergens aan een product een langere levensduur toe te kennen. En een voorbeeld hiervan kan zijn dat we bijvoorbeeld een laptop in gaan leveren. Bij een reparatie, bij een gespecialiseerde reparatiekantoor. En dat zien we ook steeds vaker, hè? Ook met mobieltjes, het refurbished systeem. Ook daarin zien we dat er een langere levensduur aan een mobiel gegeven wordt. Dus dat zijn onderdelen die we nu echt al wel herkennen in onze economie. Als we dan kijken naar het platformmodel, ook dat is inmiddels bekend. Producten hebben dan meerdere gebruikers, waardoor minder productie nodig is. En dat is een beetje het aloude carpool systeem. Maar dat is nu echt een enorme vlucht aan het nemen. Waarbij je dus ook met behulp van apps ook gewoon een auto tijdelijk kunt lenen. Net als met elektrische scooters in de binnensteden. Ook die kun je heel simpel met behulp van een app kijken welke scooter er vrij is. Die kun je dan met één druk op de knop, kun je die vanaf dat moment meteen huren. Je betaalt per minuut en zet hem ergens anders weer neer en dan ben je klaar. Dus dat is ook al een platformmodel wat echt in onze economie al een plek aan het krijgen is. En tenslotte kijken we naar het product als dienst. En dat is het verhuur in de plaats van het verkopen van dingen. En daarin zien we dus ook dat diverse, vaak wat kapitaal duurdere producten inmiddels ook verhuurd worden. Denk bijvoorbeeld aan een printer die je kunt gaan huren in plaats van kopen. En dan blijft dus de printer in eigendom van de producent. En jij kunt hem dan
tijdelijk of zolang je wilt, kun je hem dan gaan huren. Nog een aantal interessante voorbeelden. Dit jaar is Auping gekomen met een circulaire matras. En dat hebben ze uiteraard met een hoop bombarie verkondigd. Maar het interessante is dus wel dat zij dus een volledig matras hebben vervaardigd die dus volledig circulair is. En daarmee zijn ze dus echt, echt een koploper ten aanzien van circulaire economie. En daarna kunnen we nog een stap verder gaan. En dat laat ik even voor kenniscript deel 2, dus daar ga ik zo dadelijk mee verder. En dat is het idee van een biobased economy. En dat heeft zeker raakvlakken met de circulaire economie, maar toch een specifieke vorm van het bedrijven van de economie. Daar gaan we zo dadelijk naar kijken. Dus bedankt voor nu voor deel 1 en ga zo dadelijk vooral verder met het kijken van deel 2.